Niels van der Laan en Jeroen Wo zijn weer terug op televisie. De mannen van Even tot Hier maakten gisteren in de seizoensopener onder meer een aantal grappen over Johan Derksen en de kaarsruil. Even voor mij, gaan we het echt over hem hebben? Vraagt Jeroen zich aanvankelijk nog af. Niels, heel even kan toch wel, of niet? Jeroen begint vervolgens secondenlang door het decor te rennen. Wat is er? Wat doe je nu? Vraagt Niels. Jeroen, ja, nee, ik ben een beetje bang. Altijd als het op tv over Johan Derksen gaat, dan komt Angela de Jong ineens binnenrennen. Maar die is er niet, ik heb gekeken. Uit angst voor een optreden van Angela doen de heren vervolgens hard hun best om de naam van Johan Derksen niet meer te noemen. Waar hadden we het nou over? Vragen ze zich na een tijdje af. Dan verschijnt groot de naam van Johan in beeld. Oh, nee, nee, nee. Juist op dat moment duikt de echte Angela op in het decor van Even tot Hier. Hadden jullie het nou over Johan Derksen? Jeroen, ik zei het toch. Niels, nee, we hadden het niet over Johan Derksen, we gaan het er ook niet over hebben. Angela, echt niet. De heren, KSSSST. KSSSST. Dan loopt Angela wel. Jeroen, ik zei het toch. We moeten het er ook niet over hebben. Is ze weg? Aan het eind van de aflevering wijzen de heren nog eenmaal op de terugkeer van Johan Derksen, waarna ze het decor uitlopen. Angela loopt hen dan ineens tegemoet, hadden jullie het nou over Johan Derksen? Er werden in Even tot Hier ook nog grappen gemaakt over de misbruikzaak rond The Voice, bijvoorbeeld toen het over de miljoenen euro's ging die dagelijks naar Rusland vloeien. Jeroen, moet je voorstellen, 800 miljoen per dag. Het lijken wel de aangiftes tegen Ali B, het is zoveel. En over het tekort aan bedden voor vluchtelingen na corona. Ja, je had eigenlijk alleen nog The Voice of Holland. Als je daar aanklopte, lag je nog dezelfde avond bij iemand in bed. Maar verder nergens. Ook Winston Gerstanowicz kreeg een tik uitgedeeld. Als Jeroen wijst op de aan Oekraïne geschonken howitzers die nutteloos zijn zonder goede training, zegt hij, het ziet er allemaal heel fancy uit. Maar je hebt er geen reet aan. Niels, een beetje een soort Winston Gerstanowicz. Dat gevoel, weet je wel. Dat je denkt, wauw, maar...